Lieve leerlingen, volgend jaar gaat er iets veranderen op het Minkema College. Wat dan? We gaan van het 50 naar het 70 minuten rooster. Voor de eerste en de tweede klas op het HAVO-VWO is dat niet nieuw. Zij volgen nu namelijk lessen van 75 minuten. Volgend jaar wordt dat voor alle klassen op beide locaties lessen van 70 minuten. Dat klinkt misschien best wel lang. Wat? Zo lang? Waarom? Tijdens de lessen gaan we op nog meer verschillende manieren met jullie aan de slag. Een practicum, een nieuwsbericht, een filmpje, een leuke quiz of een samenwerkingsopdracht. In die 70 minuten krijg je niet alleen een lange uitleg, maar er is vaak ruimte voor een project of zelfstandig werk aan een opdracht. Hierdoor hebben we ook genoeg tijd om de les goed op te starten en de les goed af te ronden. Aan het begin van de les hebben we meestal even tijd om de opdrachten van vorige keer na te bespreken en te kijken waar we waren gebleven. En dan gaan we de verdieping in. Je gaat uitleg krijgen van de docent, daarna krijg je opdrachten waar je zelf gaat toepassen of met een groepje. Dat kan op je Chromebook of op papier. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je de hele dag alleen maar in een boek kijkt of achter je scherm zit. Maar er is hier ook meer tijd voor persoonlijke aandacht. Ben je ergens heel goed in of vind je iets lastig, dan kun je jezelf wat meer uitdagen tijdens een les. En er is ook ruimte om met een docent in gesprek te gaan om stappen te zetten in de juiste richting. Maar er zijn nog meer bijkomende voordelen. Je bent straks evenveel tijd op school, maar in plaats van 32 verschillende lessen per week, heb je er 21 of iets meer. Dat betekent een lichtere rugzak, omdat je minder vakken hebt op één dag. Dat betekent minder leswisselingen. En dat betekent dus ook minder traplopen. Je hoeft minder van lokaal te wisselen. Er is meer rust in het gebouw. Ook niet erg. Minder vakken per dag betekent voor minder verschillende vakken per dag huiswerk. Wij kijken uit naar leerzame 70 minuten lessen vol inspiratie en variatie in een gezellige sfeer. In het begin zal het even wennen zijn. Maar ik weet niet beter en ik vind het prima. Wij hebben er zin in.